Ik ben Clara. Ik ben geboren in de Eerste Noordloon. En ik ben de eerste eigenares van de Cosmopolitie. Dat is allemaal begin in 1914. En mijn papa moest er niet om vechten. Dat was nog van vroeger. Dus de jongen moesten gewoon lopen. En in Drutvingen moesten geen soldaten zien. En mijn papa heeft geen soldaten moeten zien. Daarmee had hij niet moeten gaan vechten. Toen bij ons kwamen de Duitse soldaten. Russen. En ik zie nog de wagens en de paarden toekomen. En vader moest de plekken geven aan de paarden. En de wagens toen voor de scheuren. En de soldaten moesten boven slaan. Want dat was een halve dus en ze sloten de deuren met duidere stibbels. Dat waren stibbels. En met er een nieuwe zolder geleid. Maar het was daar als bakkot, dat was een klein huisje, want hij kostte 4 maanden. En daar woonde hij de barbier. Dat is de coiffeur. En toen er een groot plakkoord, barbier. En even aan die toekwam van het veld, van het oorlogsveld, moest hij gewassen en gekust worden van die coiffeur. De Duitse coiffeur zegt, kindje, je hebt flauw hoor. Maar ik ga een kaal je oren snijden en je gaat je schoenen dik hoor krijgen. En op dat fotootje stond ik met mijn oren verder versneden. Ik hoor nog altijd die voetstappen van die Duitse met de stibbels. Ik zie ze nog niet, die Duitse. We woonden zo dus 12 kilometer van de sluizen. En zijn dat al onder water gezet. We hebben het allemaal moeten vliegen. En we woonden weer in de Mol 3. En heel zwaar moesten weg. Het is misschien 100 jaar geleden. Maar we kunnen dat nooit gebeuren, nooit vergeten wat er toen al gebeurd is. En hoeveel armoede dan de mensen toen hadden. Van zaten geen